Op de schaapskooi in Schijndel is het een drukte van je welste, want de eerste lammetjes zijn weer geboren. Wanneer worden normaal gesproken de eerste lammetjes geboren? Ja, dat hangt er natuurlijk vanaf op welk moment de ram erbij gaat. Hè? Want de draagtijd van de schaap is plus en minus een paar dagen, is 5 maanden. Dus wij stemmen dat altijd af, zo dat de lammetjes geboren worden in de periode dat hier de stagiaires aanwezig zijn. Oh, dus het is gewoon een geplande zwangerschap? Het is een geplande zwangerschap. We hebben toch de natuur enigszins in de hand gehouden. Wat is jullie taak hier bij de schaapskooi? Wie kan mij dat vertellen? Eigenlijk is onze taak hier het verzorgen van de ooien en de lammeren. En het helpen waar nodig bij de bevallingen. Ja, en ik begrijp dat jullie hier gewoon dag en nacht aanwezig zijn, klopt dat? Overdag, 's ochtends doen we alle dieren voeren en de hok schoonmaken. En 's nachts checken of er geen bevallingen zijn. En 's middags natuurlijk ook. Dus in de gaten blijven houden. En mocht het nodig zijn, helpen bij de bevallingen. Moeten er nog veel lammetjes ook bijgevoed worden met de fles? Over het algemeen niet. Over het algemeen krijgen ze al hun voedingsstoffen van hun moeder. Tot nu toe hebben we 2 lammetjes gehad die fles moesten geven en dat was het. Dus jullie laten ook gewoon de natuur eigenlijk zijn gang doen? Ja, dat is natuurlijk wel het beste. Maar soms is het dus hulp nodig, zoals bij deze. Of met ingeklapte pootje of met een rare ligging of zo, dan is wel hulp nodig, ja. Ja, we hebben hier natuurlijk ieder jaar weer de dagen dat er geknuffeld kan worden met de lammetjes. Wanneer is dat dit jaar? Ja, dit jaar hebben we adoptiedagen en lammetjesknuffelzondagen. Dus de adoptiedagen die zijn op 7, 14 en 28 maart. Nou, en met dat adopteren, ja, dat is natuurlijk geweldig. Ze moeten €20 betalen. Dan krijgen ze een geboortekaartje. Op dat geboortekaartje komt het oornummer te staan. Ze mogen het lammetje zelf een naam geven. Dus de meest leuke namen komen dan natuurlijk voorbij. En dan wordt het lammetje ingeschreven in het grote schapenboek. En dan krijgen ze een formulier mee waarop staat op welke tijden ze terug kunnen komen om hun geadopteerde lammetje te knuffelen. En de lammetjesknuffelzondagen zijn op 8, 15 en 29 maart. En voor de eerste lammetjesknuffelzondag hebben zich al 1800 belangstellenden aangemeld. We gaan dit niet in de schuur binnen doen, omdat hier zeg maar, nogal wat ooien zijn die rustig moeten kunnen lammeren. Maar dat gaan we buiten doen op 3 locaties. Hier onder de kapschuur, op de betonplaat en in de groentetuin in een weidje. Daar gaan we 3 locaties maken. Zetten we af met hekjes, daarbinnen stroobalen. En dan mogen de kinderen daar om beurten binnenkomen. Die gaan op die stroobaal zitten en dan geven wij ze een lammetje in de arm. Ik denk dat de mensen weer een hoop te weten zijn gekomen hier over de schaapskooi. En ik hoop dat er nog veel mensen de schaapskooi komen bezoeken. En iedereen is natuurlijk welkom. En dit is natuurlijk voor kinderen een fantastische periode. Hè? Lammetje vasthouden, lammetje knuffelen. Ze mogen lammetje een naam geven bij de mensen die adopteren. Nou, ze vinden dat fantastisch. En mensen komen van heinde en verre.